Er is onlangs weer een boek van uw hand verschenen, handgeschreven. U vertelt eigenlijk uw leven door middel van uw eigen gedichten. En u schrijft ook altijd alles met de hand. Hè? Waarom is dat zo belangrijk voor u om te blijven schrijven? Ja, je hand is je ziel. Dat instrument, dat heb ik nooit kunnen leren, innerlijk. De typemachine bedoel je? Ja, ik heb behoefte aan schrijven, doorstrepen en corrigeren. Ja. Want anders komt het gevoel niet op papier. Ja, ja dat... Mooi. En een van de gedichten heeft u speciaal voor Treintje geschreven. Wanneer en waarom heeft jouw vader dat voor jou geschreven, Treintje? Nou, dat kan hij zelf beter uitleggen. Want ik weet dat hij ook over mijn broer, over de kleinkinderen... Alle kinderen komen voor in het boek. Maar wanneer je het precies geschreven... Wanneer heb jij het geschreven? Ik heb het geschreven toen jij met Candy Dulfer op wereldtournee was. En als het ware je eerste grote optredens had... tot in Japan. Doodeng vond ik het. Ja? ja, dat is ook eng. Ja. Waarom vond je dat? Toen je terugkwam, heb ik dit geschreven. Voor en het gedicht heet Waar je staat. Zou je het willen voordragen? Waar je staat, ja. Handgeschreven. Ja. Handgeschreven. En dan, waar je staat, gaat het open. De tronen smelten, de kampementen liggen verlaten. De berg is gegaan in de zee. Een hand zwaait, een jongen waadt door de wolken, springt over wolken, hij zoekt je. Doe open mijn adem, mijn liedje, mijn vuren. Als een steentje over het water scherend, als een stem uit de wolken, doe open mijn liefde. En waar je staat, op een vlammend plankier, in het oog van de afgrond, of aan de overzij van het machtigste water, zing je... Hier ben ik. En je gaat open.